Een hele goede morgen. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Sir Wegwert. En we hebben een lekker bakje koffie gezet. Want het is nu 6:15. En ik ga in de bus. We gaan lekker aan het werk. Let's go. We zijn inmiddels in Winterswijk aangekomen, dus 1,5 uur knallen en ik was daar iets te vroeg, dus toen heb ik even een thumbnail gemaakt van de vorige vlog. Dus dat hoort er ook bij, moet 's ochtends soms nog even gebeuren, want dan heb ik 's avonds is het mij te laat. Dus die heb ik net gemaakt, ik ben bijna bij de klant, dus we gaan even de airco erin knallen. Nou mensen, ik ben op een plek. Het is een kanon van de woning. En mooi oprit. Ah, kijk eens, wat een ruimte. Wat een ruimte. Kijk eens een uitzicht. Ah, dit is toch een mooie plek. Dus hier zie ik mij op zich nog wel wonen. Mooi plekje. Lekker rustig, maar wel dicht bij het centrum. Dus ik ga er even een airco'tje verder maken. En dan zijn we bijna klaar. Airco'tje die hangt. Ik ben net over route heen gestuurd. Nou, dat was niet normaal. Het was alleen maar zandweg en bagger. Nou, het regent. Het heeft de hele dag geregend. Vanochtend heb ik nog geregend. Dus dan was het wel even tricky. Ik had... waar staat dat eigenlijk? Ik weet niet eens waar dat staat. Ik heb dus een optie in de bus. Wat ik eigenlijk onzin vond. Voor onverharde wegen. Maar ik ben blij dat ik hem had, anders had ik echt vastgestaan. Dus ik wou nog filmen, alleen ik was ondertussen ook aan het bellen. Dus ik kon even niet. Maar ik ga jullie straks wel in mijn shirtje van de bus laten zien. Want volgens mij is die echt vies. Ik heb de holle vlek op de voorruit zitten. Dus ik denk dat die wel redelijk vies is. We zijn nu onderweg naar Arnhem. Bordje zie ik nu staan op 23 kilometer. En dan gaan we daar weer even in de winkel aan het werk waar we laatst dus ook waren. Waar we kamers aan het trekken waren. Dus nu gaan we nog even een andere dingetje doen daar zo. Dus ik heb er wel weer zin aan. Let's go. Oké, we zijn aangekomen. Deze kant valt op zich mee. Ik had erger verwacht. De voorkant is op zich nog wel wat vies. Ook op zich. Ja, het is al vies, maar het valt me nog mee. Nou, dit is wel vies. Maar we gaan in ieder geval naar binnen. En ik heb net de deurtjes al even open gedaan. En we gaan even lekker aan de slag. Let's go. Nou, ik ben eigenlijk echt druk geweest. Ik heb eigenlijk nog niet stilgezeten. Het is nu 3:00. Dus ik heb even afvoertje gemaakt. Voor airco's, leidingen erin gehangen. Hier moet nog een ijverbinding tussen de leiding. Afvoertje eraan, leiding elektra erbij. Ik moet zeggen, ik vind dat ik het allemaal wel netjes heb gedaan. Dus ik zeg maar zo, lekker bezig Stef. Maar dit riedeltje wat we hebben gemaakt, die moeten we hier nog een keer doen. En moeten we daar nog een keer. Dus we zijn nog wel even bezig. Ik ga gewoon weer verder, want zo te zien hebben we nog veel werk. Dames en heren. Wij gaan het pand verlaten. We moeten nog even een uur en een kwartiertje naar huis knallen. Dus ik ben ook wel op. Ik ben nog niet helemaal fit. Maar ik zeg maar zo. Oh. Doorgaan. En dan gaat het vanzelf weer over.
Dus ik ga nog even de deurtjes dicht doen. En dan zien we jullie zo naar bus weer. En wat gaan we dan doen in de bus? De navigatie naar huis instellen. En berichtjes krijgen. 1 uur en een kwartier. 1 uur en 8 minuten. Dus we gaan lekker knallen. Hey, waarom is mijn... Er gaat iets niet goed op de tele of de, op de, op de, op de, op de, kom er lekker uit jongens. Op de radio. Ah, ik weet het al. Ik heb geen Spotify meer. Op deze telefoon. Dit is mijn oude telefoon namelijk. Die heb ik leeg gegooid omdat ik geen geheugen had. Oh, reclame. Dus we gaan lekker gas geven, muziekje erbij. Lekker door. 1, 2, let's up. En wat doen we dan? Het deurtje. Oh, hij zit vast in de schutting. Dicht. Dan gaan we lekker naar binnen toe. Ik zal eens even kijken of mijn dochter Lief lief is. Hij schatje. Kom maar hoor, pak hem. Mwah. Hey liefie, heb je het gezellig gehad? Chico, kom eens hier. Chico, kom. Chico, kom. Hey. Kom naar binnen. Chico, naar binnen. Ik heb een mooie plaatje. Heb je een mooie plaatje? Hey. Oh. Nou, kom, gaan we naar binnen. Mama, ik ga niet dingen binnen nemen. Oké, voor je binnen. Is toch fijn thuiskomen, of niet? Hi, schatje. Ze slaapt me in mijn lul. We gaan eten. Gebakken aardappeltjes. Kippie. Kippies. Brokkel. Stoofpitjes. En stoofpitjes. Dat heb je heel goed, Kiki. Kiki heeft al geproefd, hè? Ja. Oh, boekje. En nu gaat papa jou pakken. Wegrennen? Ja. Nou, ren dan maar even weg naar de wc om te plassen en handen te wassen. Waaah. Nu ga ik die al pakken. Ik geef mijn dochter laten plassen. Als je gewoon de vlog even aan terugkijken. Dus je knakt gewoon... Papa! In slaap gevallen. Wat doet papa nou? Slapen? Ja. Zit hij gewoon zijn bedel en zo terug te kijken. Kikje erbij, dekentje, Diamond erbij. Hey Diamond? No. Diamond. Diamond moet bij mij. Dan moet Diamond bij jou. Ja. Nou, zullen we dan toch maar even laten liggen, hè? Die hardwerkende vet. Zachtjes. Oh, ik was even slaapgevallen op de bank, maar ik ga van de bank af. Ga ik even met hier onder de douche. En daarna ga ik even lekker het pakje aan doen. Ik ben nog niet helemaal fit, maar ik ben al wel iets beter. Maar nog niet helemaal tippen toppie. Dus ik ga even douchen. Ik heb weer een nieuwe creatie gemaakt. Met de koffie voor Rens. Nou, het wordt steeds beter, of niet? Dus ik ga Rens even roepen dat ik de koffie klaar heb. En dan gaan we even een lekker bakje doen. Ik heb de bak koffie op. En Rens zegt, ik heb nog een lekker cadeautje voor je. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat er komt. Want ik heb net al een, hoe heet dat? Wat ik net op heb? Baklava. Baklava op. Ja, daar maak je me echt blij mee. Hoe meer suikers, hoe beter. Maar... Oeh,
Het komt eraan. Oeh. Lekker. 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 Die gaan wij eens eventjes lekker opeten. Hier maak je me ook al blij mee. Dus we gaan eens even lekker dat... Hoe dat ook lekker, hè? Puddingbroodje. Ja. Puddingbroodje naar binnen werken. Van de echte vlaaienbakken. Ja? Ja. Van Rai. Oh, lekker. Is je weer in Zwolle geweest? Ja. Er komt er altijd een bakker één keer in de zoveel tijd naar Zwolle toe. Die komt uit Limburg. Ja, helemaal. Dat is de echte vlaaienboer. Uit Limburg komt hij hier in de Zwolle om de mensen hier in Zwolle, nou ja, vlaaien te brengen, puddingbroodjes. Die croissants waren lekker, hè? Croissanten met pudding erin. Wat heeft hij nog meer? Worstenbroodjes is ook echt lekker. Hij heeft heel veel. Alles. Ja, hij heeft echt alles. Ja, hij is zo lekker. Dus die komt één keer in de zoveel tijd en dan komt hij wel brengen. Dat is echt perfect. Maar ik ga deze niet binnen werken, want hij kijkt me aan van opeten nu. Dus ik ga lekker happen. Schatje, ja. Is het tijd om naar bed te gaan? Ja, moet je eens een hondje uitlaten. Oké. Als jij nou de hond uitlaat, blijf ik nog even liggen. Denk het niet. Hallo! Heb je hier nog één? Wat heb je daar? Nee, die weg gewoon eens liggen. Ze zeggen, als je vooruit wilt komen in het leven, moet je een stap voorwaarts durven zetten. Voorwaarts kan ook zijn. Nou, Mattie. Achternaam doen, zolang het ons maar vooruit brengt. Elke stap is een stap vooruit. Ik ben moe, dus ik word vervelend. Ja, moe naar bed. Nou, dit was dan de vlog voor vandaag. Leuk dat jullie allemaal gekeken hebben. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Zo, afgesloten. Je kunt het ook gewoon lief doen. In plaats van... Ik denk, ik doe het even snel. Dus nu een keer lief. Leuk dat jullie allemaal gekeken hebben. Tot de volgende keer. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Later. Je had dat bedoeld, vingertje.